Een van de belangrijkste comebacks in 2023 is die van de Honda Transalp. En wij zijn hem hier komen testen in Portugal. Nu, het ziet er allemaal heel zonnig en mooi uit en dat was het ook op het einde van de testrit. Maar we hebben ook een drie-viertal uren gereden in gietende regen, koudere temperaturen, mist ook. Dus de Transalp, die in al zijn veelzijdigheid rustig en snel moet kunnen rijden, heeft ook vandaag in regenachtige omstandigheden en op droge wegen kunnen rijden. Het is een test die de veelzijdigheid van deze motor moet aantonen, maar vooral ook moet bewijzen dat de Transalp een 2023 model is dat zich kan meten met de moderne middenklasse Adventures, maar ook dat het nog altijd de Honda Transalp is die we al kennen van heel lang terug, toen het nog een 600cc XLV was, een V-cilinder. Dit is een parallel twin 750cc met 92 pk. Dat is het blok dat ook in de Honda Hornet zit en dat bijzonder krachtig is voor die al bij al beperkte cilinderinhoud. En dat is meteen ook een van de troeven van deze motorfiets. Zijn, mogen we zeggen, fenomenaal blok. De kracht is overal, sterk onderin en in het middengebied en met een gestevige punch bovenaan als je echt sportief wilt gaan rijden. Sportief rijden doe je best met de sportieve mapping. Er zijn 5 rijmodi die je kunt kiezen. En daarbij is ook belangrijk dat je een rijmodus hebt waar je het ABS en de tractiecontrole kunt uitschakelen. En dat toont dat Honda toch wel enige offroad ambities heeft met dit model. Maar anderzijds zien we ook aan de bouw en de manier waarop alles geconcipieerd is, dat dit toch vooral ook een wegmotor is. Dat zal ook zijn waarvoor de meeste klanten hem zullen gaan gebruiken. Hij doet dat rijden op de weg uitstekend. We waren toch wel onder de indruk van de combinatie van het lage gewicht, 208 kilo rijklaar. En daarmee scoort deze Honda Transalp even goed als een veel sterkere, maar ook zwaardere Africa Twin. En stukken beter dan de meeste andere Adventures in de Honda line-up. Dus uitstekende verhouding tussen het vermogen en het gewicht. En dat vertaalt zich in een neutraal, voorspelbaar, maar toch ook gemakkelijk rijgedrag. Deze motor laat zich heel vlot sturen. Je zit uitstekend beschermd tegen de weersomstandigheden. Het was handig meegenomen deze morgen toen er wind en harde regen was. En het zadel is iets breder dan je zou verwachten. Ook iets breder dan je zou verwachten van een moderne middenklasse Adventure. Maar dan toch weer wat typisch is voor een Transalp. Want dat comfort heeft altijd hoog in het vaandel van Honda gestaan. Is ook hier terug te vinden. Niet alleen met dat bredere zadel voor rijder en passagier, daar wordt ook heel hard aan gedacht, maar bijvoorbeeld ook door dat windscherm dat je uitstekend beschermt en het is niet instelbaar. Eerst dachten we, instelbaar windscherm, altijd handig onder verschillende omstandigheden. Het moet laag als je recht staat bij offroad gebruik, het mag hoog op de snelweg. Wel, dit is laag genoeg om niet te hinderen offroad, maar het is hoog genoeg om je perfect uit de wind te zetten bij snelweggebruik of aan hogere snelheden op secundaire wegen. We hebben met een offroad helm gereden, pure offroad, en toch hadden we geen last bij hoge snelheden van de wind op deze afdekklep, op het vizier. Dus dat is een teken dat de windbescherming goed zit. Al de rest is net zo goed op elkaar afgemeten. Goede breedte van het stuur, heel comfortabele zithouding ook. En verrassend eigenlijk dat je zo ontspannen zit en toch nog met de voeten vrij laag bij de grond komt en daaraan toegevoegd geen last hebt van een tekort aan grondspeling in de bochten. We hebben vrij snel gereden op de drogere wegen en dat is ook waar de Transalp na zijn gebruiksvriendelijkheid in de regen zijn tikkeltje sportiviteit en zijn speelsheid laat zien bij het mooiere weer. Goed stevig gereden, echt wel sportief en daar dan ook nog een beetje adventure aan gekoppeld met een occasionele uitstap op het grind. Algemeen vandaag test op de weg, geslaagd en met een heel ruime marge geslaagd. Dit is alles wat je ervan verwacht en nog een beetje meer. En dat is vooral dankzij dat blok. De ophanging goed uitgebalanceerd, niet instelbaar qua demping, maar wel qua veervoorspanning. Dus je kunt een beetje gaan spelen, maar niet al te extreem gaan. En dat is ook wat je mag verwachten met een motorfiets van deze prijs. €10.799 in België, €12.699 in Nederland. En dan krijg je hier een motorfiets met TFT-scherm, met verschillende rijmodi, uitschakelbare ABS, uitschakelbare tractiecontrole. En als je dan nog meer wil, dan heeft Honda nog altijd die Africa Twin met zijn instelbare ophanging
toeters en bellen, alles erop en eraan. Deze blinkt eigenlijk uit door zijn veelzijdigheid en ook door zijn prestaties, want je verwacht niet dat een middenklasser dit allemaal kan. Het is een motorfiets waar je gerust mee een stuk van de Trans-Euro Trail kunt rijden, maar ook naar het zuiden van Frankrijk of gelijk waar op vakantie trekken, dagenlang in het zadel. Comfort, veelzijdigheid en een tikkeltje speelsheid. Het is wat de Transalp altijd gehad heeft en deze heeft het nog steeds.